Er was eens in Kaatsheuvel een sprookje. Het ARPI-event 2014. Het thema was Learn. Is het een sprookje of is het echt? Het was een toepasselijke locatie uiteraard in de Efteling, waar we 350 mensen welkom hebben mogen heten. In de ochtend waren er 11 workshops waar organisaties hun deuren openzetten. Zoals bijvoorbeeld gemeente Rotterdam, een van de gastheren die op de 40ste verdieping van het gebouw De Rotterdam hun deuren openzetten over hoe je een vergunning in één dag kunt verstrekken. Een van de dingen die we hebben opgehaald is dat we alle deelnemers hebben gevraagd wat voor hun de reden was dat het geen sprookje is, maar dat het echt waar is. Ja. Ook de mensen van de locatie De Efteling hadden een prachtig verhaal over hoe zij dat sprookje toepasten in hun eigen sprookjesbos. Een van de attracties, een van de topattracties, Droomvlucht, moest een jaar geleden gerenoveerd worden. En daarvoor is met het hele team een lean planning gemaakt. In de middag hadden we het aangrijpende verhaal van Jozef Oebelkast, die het boek schreef 400 brieven van mijn moeder. Een aangrijpend verhaal van hoe zijn leven een onverwachte wending nam en hij 4 jaar in de gevangenis van Marokko belandde. Laat hem open, begint te lezen al die prachtige woorden en ineens schrijft ze, nu komt het erop aan. Nu komt het erop aan. Focus, neem verantwoordelijkheid, bepaal doelen en bereik ze. Met de hand uitgeknipt, boodschap in van mijn medegevangenen, zodat ook zij even wisten dat wij aan ze dachten. Het mooiste was dat hij zijn moeder bij zich had en dat leverde hem aan het einde van zijn verhaal een staande ovatie. Kortom, het was een mooie dag. Een mooie dag om de verbetermotor draaiend te houden. Een mooie dag om elkaar te inspireren, een mooie dag om te leren en een mooie dag om nog meer in de actie te gaan. Conclusie, sprookjes bestaan en Learn werkt echt.